Ja, Ellie. We zijn er weer. Ben je er weer? Ik ben er weer. Woehoe. Altijd fijn. Altijd fijn. Altijd fijn. Om te zijn. Heerlijk plekje. Ja. We kennen erin. Toppie. Past nog steeds. Een lekker weekend beleven. Zo is dat. Lekker op het terras zitten. Aan de andere kant weliswaar. Even een poosje. Helemaal niks. Al is het maar 2 dagen. Je bent toch altijd even eruit. Lekker. Heb je zin in. Ja, niet. Nee, dat klopt Ella. We zijn anders gereden nu. We zijn bij de Passarel. De buurtwinkel. En daar heb ik Too Good To Go besteld. Dat gaan we nu ophalen. Ja, ze is helemaal in de war, want normaal komen we vanaf de andere kant. Ja. Maar dat geeft niet hoor. Er is hier ineens een sportschool bijgekomen. Ook nog. Dit is voor jullie. Succes. Geen kapje meer. Oh, fijn. Leuk hoor. Je hebt hier van alles. Het is alleen net even wat anders. Zou ik maar zeggen. Niet zo heel groot. Het is niet voor niks een buurtsuper natuurlijk. Nu nog op zoek naar eitjes. Ja, ja. Lijkt me goed. Martin, de tas ligt nog achter in de auto. O jee, heb je die nodig? Ja, want ze doen het hier ook niet in een tas. Dus ik heb het sowieso nodig. Ik ga het hem even halen. Nou, het is weer gelukt, geloof ik, hè? Heel goed. Je gelooft het niet. Nee? Ik zie je altijd super. Nee, het zijn hele aardige mensen ook. Ja, en we zijn hier maar 3 dagen, maar we kunnen er al 6 dagen van één. Oh, mooi. Dan doen we nog een Too Good To Go challenge. Volgende challenge. Ja, precies. Kan jou het schelen? Nou, inpakken die handel. Ja. Passarel, de buurtwinkel in Epe. Die heeft ons een pakket gegeven voor 3,99. En wat zat erin? Waarom is dat goedkoper eigenlijk? Ja, dat bedenken zij zelf. Oh, je mag zelf de prijs er al naar. Ja. Oké. Okay. En dit is altijd 3,99. En daar heb je me toch een macht voor. Want normaal is het dus 4,95 vaak bij de supermarkt. Je ziet een beetje rood, Ella. Ah, ik kom door de parasol. Denk het. Maar dit is dus 3,99. En wat heb je daar allemaal voor? Ja. Het is nog nooit tegengevallen. Oh, deze is, heb ik zelf gekocht. Sorry, want we gaan vanuit niet kaas doen. Dus die telt niet. Ah. Een. Heel bruin. Volkoren. Nou, dit voelt echt alsof het van vandaag. In de vriezer, hop. Werkelijk. In de vriezer. Idem dito. Wat is dat? Oh. Ook volkoren. Man. Met van dat poeder erbovenop. Mensen eten geen brood meer tegenwoordig. Nog één? Nou, echt. Nog een half volkoren. Voelt echt alsof het van vandaag is. Werkelijk. Dan een kipburger. Oehoe. Lekker hoor. Niks mis mee. Nog meer? Oh ja, dit had Hidde vroeger altijd. Kip krokant schnitzel. Oh ja. Ik vond dat heerlijk. Nou, dat vries ik ook gewoon in. En in het kare vlees, half om half gehakt. Een pond. Zo. Je ziet een beetje nat. Lijkt het. Ja, dat komt omdat het warm is. Maar die gaat gelijk in de vriezer. Die kan ik voor de barbecue gebruiken. Heel goed. Niks mis mee. En dit voelt ook zeer vers nog. Bami groenten. We moeten nog flink eten hier. Nou ja, ik vries het hierin. Komt helemaal goed. Maar zeer zeker, 3,99, ja, mind you. Dat is nog niet alles toch? Twee. Ik zeg, er zitten meer in die tas. 4 pistoletjes, afbak. En we hebben hier net een nieuwe oven geïnstalleerd. Ja, dus als je wilt huren,
Dan is dit het moment. Er zit een nieuwe miele over in. Echt heel leuk. Vakantiehuis op de Veluwe.nl. Dat mag niet zeggen van Martin. Jawel, jij wel. Sorry, piepertjes. Oh, lekker. Lekker, vacuüm. Hartstikke goed nog. En... Wat geluid voor opie? Banaanvla? Banaanvla. Nou, oké. Ja, daar zijn we wat minder van. Maar voor opie. Doppetjes. Nou, altijd goed, altijd goed. Ja. Als je het een jaar later openmaakt, dan is er nog niks mis mee. Is dat nog steeds belachelijk. En witte bonen, niet in tomatensaus. Nou, die moet je er dan zelf bij hebben, zeker. In een salade. Dit was het, want wat er nu nog in zit, dat heb ik... Oh nee, kijk, dit hoort er ook nog bij. Wat is dat? Calvé, Caesar saus. Oh, voor op de... Oh nee, dat is geen... En wat er nu nog in zit, dat heb ik zelf gekocht. Ja, nou, dat tellen maar we er niet mee. Jongens, voor 3,99, wat wij allemaal gekregen hebben. Ik zal deze even weghalen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 producten. Dat is toch niet normaal? Belachelijk. Dat is 30 cent per moest product. Uit. Kan niet uit. Ja, ik vind het top. Kan niet uit. Maar het is fantastisch. Dankjewel Passarel. En het is een hele leuke winkel. Ik maak hierbij... Hele aardige medewerkers ook. Hele aardige medewerkers. Het is maatschappelijk verantwoord. En het is echt leuk om er een keer naartoe te gaan als je er in de buurt woont. Dus dat zou ik zeker doen. Nou. Dank u. Oké. Hier hebben we dit setje gemaakt. Ook heel leuk. En de vijver is druk bevolkt. Als ik nu een stap die kant op doe, dan hoor je de... Hoor je het? Alle kikkertjes erin springen. Ze zijn een beetje bang voor mij. Hoeft niet hoor, want... Er is niks om bang voor te zijn. Het is heel erg uitgegroeid. Kijk, de platanen ook. Ze gaan heel zwaar hangen, maar... Ja, dat is het seizoen, hè? Hier begint alles te bloeien. Maar wat ik je eigenlijk even wilde laten zien, man, wat ik gekocht heb bij de AC Tioen. Want daar moet je toch eens kijken. Het is niet normaal, jongen. Met een stenen bakje. Dit is gewoon een stenen bakje. Twee heb ik er maar genomen, want nou ja, dat is gewoon sowieso beter. Dat is uniform. En ze kosten maar €3,79 per stuk. Het is ja niks. Dus, dan ben je weer even op de hoogte. Dan loop ik nu nog even naar de oven. Morgen maak ik nog even een shotje als we de croissantjes gebakken hebben. Maar nu is het middag, dus we doen er nu niks mee. Maar we hebben er vanmorgen ook al fantastische... Hij is zo breed dat ik hem niet in één beeld krijg. Fantastische broodjes meegebakken. Moet je toch eens kijken. Een echte miele. Kijk, en er zit een glazen schaal bij voor hartige taarten. En een bakplaat en een rooster. En hij is super makkelijk te bedienen. Nou, als ik dat zeg, dan is het echt makkelijk, hè, dat weet je. Dus ja, helemaal top gewoon. Heel goed gedaan, die Marty. Dus, en verder hebben we het hier heel leuk. We zitten net aan een glaasje wijn en een 0,0 biertje. Dus, tot later. Doeg! Misschien moet je even laten zien wat ik uit de tuin geplukt heb. Ik ga niet koken deze keer, jongens, want ik ben net terug uit Epe. Ach, wat mooi! Mooi, ja, hè? Ja. Zomaar uit de tuin, gratis en voor niets. Nou, toch wel prettig om weer thuis te zijn, dus. Ja, ook. En we gaan een omeletje eten, maar dat is niet zo spannend om te laten zien. Dus, nee, maar wel lekker. Bedankt voor het kijken. Heel leuk dat jullie erbij waren. En wat gaan we donderdag doen? Jullie vrijdag? Oh ja, we gaan iets doen wat we nog nooit eerder hebben gedaan. O jee. Verrassing. Ik weet van niks. Dus allemaal kijken. Tot de volgende keer. Doeg.